Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationale COVID-19 Management Team informeert samenleving. Minister Elias overhandigt de boot aan Nationaal Leger. LVV doneert aan verplegend personeel AZP. En belangrijke hygiënetips ter bescherming tegen COVID-19. Het Nationale COVID-19 Management Team licht de samenleving dagelijks in over de ontwikkelingen rondom COVID-19. De samenleving wordt tijdens de dagelijkse persconferenties ook geïnformeerd over maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Kijkt u mee naar het verslag van de persconferentie welke het team vandaag heeft gehouden. Er is een 9e persoon die positief is getest op COVID-19. Deze persoon was niet in thuisquarantaine, maar is wel het contact geweest van een van onze eerdere positieve casussen. De contactpersonen van deze 9e persoon, deze 9e patiënt, worden volgens protocol opgespoord en in quarantaine geplaatst. Verder wil ik doorgeven dat patiënten die bellen naar 178 vanwege hun ziektebeeld of door de huisartsen van de patiënt worden aangemeld bij het BOG als een suspect case, worden aangezegd om thuis te blijven totdat de ambulance is gearriveerd om de test af te nemen. Toch blijkt bij aankomst van onze ambulance dat de patiënt niet ter plekke is. Dit is vaker gebeurd en dat is best wel een kwalijke zaak, omdat als u ziek bent, hebben we al een paar keer en vaker in de media aangegeven, blijf thuis. Er is intussen een psychologische hulplijn vanuit het BOG beschikbaar voor personen in quarantaine of die in quarantaine geplaatst zullen worden. En deze hulplijn is te bereiken op het nummer 88-400-80. Vandaag heeft de repatriatievlucht naar Belém, Brazilië, plaatsgevonden, welke om 11:15 vertrokken is met onder andere Brazilianen aan boord. Volgens het vliegschema moet het vliegtuig reeds op de terugweg naar Paramaribo zijn met 102 Surinamers en ingezetenen aan boord en kan elk moment landen, als dat nog niet heeft plaatsgevonden. Wij heten al onze landgenoten welkom in Suites Renang. Deze personen zullen met inachtneming van alle nodige protocollen worden afgehandeld door de relevante diensten. Op zondag 2 april 2020 zullen ook landgenoten die gestrand zijn in Miami worden opgehaald. Met deze repatriatievlucht zullen 105 gestrande Surinamers ingezetenen te Miami, Verenigde Staten van Amerika, worden teruggehaald met een SLM-vlucht. Zoals eerder aangegeven, zal de overheid tegen het einde van de week mededelingen doen in zaken de eerste repatriatievlucht vanuit Nederland. Wederom wordt het beroep gedaan aan Surinaamse ingezetenen die gestrand zijn in het buitenland om zich alsnog te registreren bij de dichtstbijzijnde diplomatieke of consulaire missies van de Republiek Suriname voor het geval zij dat nog niet hebben gedaan of op de COVID-website www.covid-19.sr. Mocht u geen diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Suriname bereiken, mailt u dan naar de volgende e-mailadressen: konza@gov.sr en konza met een z, of konza.suriname@gmail.com. Wederom konza met een z. Tot zover de statement van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ga verder met de zaken die wij hebben geconstateerd in het kader van de partiële lockdown. Gisteren hebben wij de tweede avond gehad van de partiële lockdown. En ik moet zeggen dat wij de informatie die wij hebben
is zodanig dat er toch nog mensen zich onnodig op straat begaven. Er zijn ook mensen, er zijn ook buurten waar de politie heel erg veel problemen heeft ondervonden, omdat mensen eigenlijk denken een loopje te nemen met de situatie. En wij vragen ernstig dat deze activiteiten door de mensen in de diverse buurten achterwege worden gelaten. Het is alleszins belangrijk dat wij ons houden aan de regels, eigenlijk gehoorzaam houden aan de regels die zijn gesteld. En dit alles in het algemeen heeft uiteraard alles van doen met de maatregelen die getroffen zijn om COVID-19 zoveel mogelijk te kunnen containen, zoveel mogelijk te kunnen houden binnen de perken. Ik denk dat wij als Suriname een goede job doen tot op dit moment, natuurlijk met de medewerking van u allen, maar het zijn toch wel enkelingen die een beetje buiten de boot springen. En wij doen nogmaals een beroep om dus te voorkomen dat er harder opgetreden gaat worden, dat u zulks gedrag achterwege laat. Wij hebben al bekendgemaakt de repatriatievluchten die zullen worden uitgevoerd. Met betrekking tot de repatriatievlucht die nu bezig is te landen of reeds geland is in Suriname, moeten wij aangeven dat alle repatrianten zullen worden ondergebracht in overheidsquarantainefaciliteiten. Ik herhaal, alle repatrianten die zullen in overheidsquarantainefaciliteiten worden ondergebracht. Daarna begint er een proces van screening, omdat wij niet altijd de gelegenheid hebben gehad om de mensen die wij dus nu laten halen, volledig te hebben gescreend. Er is natuurlijk vanuit het ministerie van Volksgezondheid worden er screenings vinden plaats, ook bij aankomst van de mensen hier op Sanderij. Maar desondanks hebben wij nog wat tijd nodig om de mogelijkheid te bekijken als deze mensen daadwerkelijk in aanmerking kunnen komen voor een andere vorm van quarantaine, in dit geval thuisquarantaine. Met betrekking dus tot dat van bussen die rijden, waarbij men zeg maar mensen overvraagt, et cetera, heb ik net binnengekregen dat mijn collega's van de motorsurveillance dienst, van de verkeershandhavingsteam en verkeersunit Wanica ook daarmee bezig zijn. Er zijn intussen 5 bussen reeds in beslag genomen en er zijn 34 boetes uitgeschreven. Dus voor wat mensen betreft die zich dus niet houden aan de voorwaarden zoals vastgesteld. Met betrekking dus tot zaken dat op het water gebeurt, heb ik net binnengekregen dat boten, in het bijzonder boten in het oostelijk deel van ons land, dat er daar boten aan de ketting zijn gelegd door de politie en door het Nationaal Leger. Ten aanzien van uw vraag met betrekking dus tot posten die de politie eventueel zou kunnen zetten in de buurten, kan ik u aangeven dus dat dat in overweging wordt genomen. Maar natuurlijk proberen we te anticiperen op dat wat we op het veld tegenkomen en wat we zien en ervaren. Dus daar wordt er aan gewerkt. Maar tegelijkertijd doet de politie bij deze weer een dringend beroep op dat deel van de burgerij die zich niet houdt aan de lockdownvoorwaarden om zich daaraan te houden. En we merken de 2 afgelopen dagen dat de meeste problemen die de politie krijgt met zeg maar die lockdown overtreders, dat het meer mensen zijn die in het zuidelijk deel van ons land woonachtig zijn. Dus ik... Dankjewel. Zuidelijk deel van de hoofdstad woonachtig zijn. Dus ik vraag aan die mensen en zeker aan de volwassenen, zeker ouders en verzorgers,
let op uw kinderen, want er zijn ook kinderen die de straat oprennen en dan als de politieauto komt, dan rennen ze weer naar binnen. Dat soort van gevallen natuurlijk. Het lijkt een kiek te zijn, maar het kan verstekende gevolgen hebben. Toch? Dus ik vraag aan de ouders en verzorgers om erop te letten dat hun kinderen dat niet doen. En aan de iets volwassene personen wil ik vragen, houdt u zich aan die lockdown van 8 tot 6, zodat u dus niet in problemen komt met de veiligheidsdiensten. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een boot overhandigd aan het Nationaal Leger. Het vaartuig zal worden ingezet om de grensbeschermingswerkzaamheden en indien nodig het overbrengen van patiënten naar een gezondheidscentra. Deze boot is aangeschaft met geld dat gedoneerd is aan het ministerie van Volksgezondheid door LR Groep. Het is namelijk zo, we zitten in een COVID-19 situatie waarbij ook de grenzen, maar ook de gezondheid van het binnenland ook speelt. En daarmee wil ik u aangeven dat het leger het ministerie van Volksgezondheid zal bijstaan. We zijn altijd partners geweest. Ik weet dat het leger samen met het MMC helpt om de bewoners van het Kabalibo-gebied en de bewoners van het Wayambo-gebied ook van goede gezondheid te voorzien, waar wij geen logistieke voorzieningen hebben, springt het leger in met hun boten. We hebben thans een donatie gehad van LR Groep van $100.000. Daar hebben wij goed over nagedacht. Wij hebben erover nagedacht van hoe gaan wij deze $100.000 besteden. En toen hebben we gezegd, we gaan de helft besteden om mede onze grenzen en de bewoners ver in het binnenland te helpen bij eventualiteiten. Vooral onze grenzen dienen nu goed bewaakt te worden. En aangezien het leger / het ministerie van Defensie ons vaker daarbij helpt met hun logistiek, hebben wij gedacht om ook onze bijdrage te doen, zodat hun logistiek nog meer versterkt wordt. De helft van de donatie is na samenspraak met de donateur LR Groep gegaan naar een supersnelle boot die niet alleen de grenzen kan bewaken, maar eventueel ook patiënten kan overbrengen naar gezondheidscentra, waar zij dan een goede behandeling zullen krijgen van de gezondheidscentra. Er is een prettige samenwerking en wij van het ministerie van Volksgezondheid hopen dat deze samenwerking met het ministerie van Defensie tot in lente vandaag zal doorgaan. Maar in elk geval, nu hebben we ze meer dan ooit nodig. Dus wij hebben van het bedrag de helft besteed aan logistieke voorzieningen voor het ministerie van Defensie, met name het Nationaal Leger. En de andere helft van de middelen hebben we na overleg met de donateur besteed voor PPE's, die ook, als het goed is, later in de week ook zullen worden overgedragen aan de ziekenhuisstellingen. Van hieruit dank ik tot slot het Nationaal Leger en het ministerie van Defensie voor de ondersteuning die wij krijgen. En ik dank ook de donateur LR Groep voor hun gift van $100.000. Het doet ons goed dat wij als collega's het voorbeeld kunnen geven
om de veiligheid in het land te kunnen waarborgen. Veiligheid die velen nog niet goed begrepen, maar gaandeweg de omstandigheden gaat men wel komen waar ze moeten zijn. In elk geval, wij gaan goed omgaan met het in ontvangst mogen nemen van het departement van Volksgezondheid. Het is voor ons allen belang, en dit ga ik herhalen, dit is voor ons allen belang, want wat er nu gebeurt in de wereld, moeten we serieus mee omgaan. Wij als Veiligheidsinstituut, Defensieorganisatie, Nationaal Leger, we begrijpen dat. En wij blijven trekken en we blijven het voorbeeld geven. En deze collega heeft ons, reeds voor zijn aantreden als minister, heeft hij ons in een samenwerking ontmoet. En dat zijn we bezig uit te breiden. Wij geven het voorbeeld hoe het moet zijn. En nogmaals, het is voor ons allen belang. Laat men dat goed begrijpen. Want we weten wat er gebeurt op het veld. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft samen met de melkcentrale Paramaribo, India Rice en Vee- en Groentebedrijven ongeveer 500 pakketten gedoneerd aan zorgverleners van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Minister Abin Parmisser van de LVV heeft aangegeven dat de pakketten een tegemoetkoming en een waardering is voor de zorgverleners in verband met COVID-19. Ook andere ziekenhuizen zullen worden voorzien. Nou, we hebben gekeken, COVID, gewoon structureel. De mensen in de zorg doen ontzettend veel moeite. Het is een van de beroepsgroepen waar je denkt van die moeten meer ondersteuning krijgen. Maar nu met COVID, de zorg van de mensen, je ziet het internationaal. We moeten heel zorgzaam, zuinig omgaan met ons zorgpersoneel. En zeker wanneer de mensen eventueel besmet hier komen. Dat betekent de mensen in de zorgsector die ook extra gevaar lopen. En zij werken dus voor onze gezondheidszorg met risico van gezondheid wat ze voor zichzelf lopen. En ik kan daarover ruimer praten, maar dat in acht nemen willen we met een paar mensen een gebaar doen naar de mensen. Dus een paar groenteleverancier, zoals meneer Matau, de merkcentrale, meneer India met Reis. Ze hebben minimaal allemaal 500 pakketten, ieder persoon een pakket. En hebben we Academisch Ziekenhuis als eerste gekozen, omdat dat gebaar via Academisch Ziekenhuis, maar eigenlijk voor de hele sector te doen en voor de zorgsector. Zo moet u dat zien, dat we dat vandaag doen. Je merkt zelf en dat de mensen erkentelijk zijn, dat het goed ontvangen wordt. Maar we kijken gelijk dan en hoe we dit verder de andere instellingen betrekken. Als ministerie van LVV, wat voor de voedselzekerheid moet gaan, dat we allerlei manieren vinden dat we de voedselvoorziening garanderen. Ik heb gezegd en daar sta ik ook achter. Niemand in Suriname hoeft van de honger om te komen. Maar we gaan onze eetgewoonten moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld bruine bonen. In plaats van bruine bonen hebben we zoveel andere lekkere bonensoorten hier in Suriname. Ja, dat om maar een gek voorbeeld te noemen. Maar we hebben genoeg. We zullen dat moeten doen en we zullen dat moeten aanpassen. Wij als LVV hebben een breed programma waarmee we al begonnen zijn. Voorlichting te brengen. En naar allerlei vormen van planten, allerlei gewassen, allerlei mogelijkheden dat je van hydroponics tot op je erf, ja, dat, heel wat groenten kan verbouwen op een hele makkelijke manier.
dat we voorlichting in de breedste zin van het woord geven. Met demonstratie, hoe die kassen eruit zien, tot een groep mensen, nu kleine groepen, ontvangen en voorlichting te geven. De zaden en noem maar op, daarmee ook komen we naar buiten. Dat is één wat we doen. En hierna die instellingen, deze gezondheidsinstellingen, kijken we welke andere instellingen. Want we zijn in een situatie waarbij de producenten, de boeren, et cetera, hun afzet zien afnemen vanwege de situatie. En een aantal verkooppunten zijn er niet. Ja, dan kijken we, de mensen zelf op die instellingen. Ik heb het voorbeeld van LVV, het personeel, dat melkcentraal daar komt. En dat de mensen het heel prettig vinden, wordt gretig gebruikt. En melkcentrale zag ook dat hun omzet afnam. En hierdoor kunnen ze meer aan de burgerij brengen. Weet je? Dus het is een win-win relatie. En wat ik probeer is dat het ook op de prijs ook schappelijk zal zijn. Dus in alle opzichten probeer je de mensen in deze situatie tegemoet te komen. Belangrijk is dat het ministerie heel druk bezig is. We hebben gisteren, zaterdag, zondag ook en dan zijn we doorgegaan. Mensen zijn druk bezig. Al onze vestigen in het hele land zijn druk bezig om voorlichting niet alleen, maar ook heel wat plantjes aan te maken. Dat we van daaruit gaan verkopen in het hele land door en voorlichting geven. Blijft u thuis en, nogmaals, blijft u zoveel mogelijk thuis. Deze oproep is in uw eigen belang, namelijk om te voorkomen dat u in het kader van de partiële lockdown in aanraking komt met de politie en om te voorkomen dat u besmet raakt met het COVID-19 coronavirus. Tijdens de lockdown is het verboden dat u zich tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens onnodig op straat begeeft. Blijf thuis als u hoest, verkouden, koortsig of in quarantaine bent. Ontvang ook geen bezoek. Vermijd contact, samenscholing en hou afstand van anderen. Wil u zo graag van buiten eten? Bestel dan liever via delivery of take-out. Hou er rekening mee dat openbare vermakelijkheden, kansspelgelegenheden en casino's momenteel verboden zijn. Help zorg- en hulpverleners hun werk te doen. Was en ontsmet uw handen regelmatig. Bejaarden behoren tot de risicogroep waardoor bezoek aan bejaardentehuizen uiterst beperkt is. Maar voor hetzelfde geldt ook dat de zorg voor onze senioren optimaal geschiet. Het COVID-19-virus kent geen onderscheid. Het verspreidt zich via nies- en hoestdruppeltjes en kan van mens op mens worden overgedragen. De meest kwetsbare groepen zijn ouderen en hart-, long- of diabetespatiënten. Leef daarom de regels na en verklein de risico's. En dit was Focus. Laten wij met z'n allen letten op onze persoonlijke hygiëne. Was en ontsmet uw handen regelmatig. Zo helpt u mee aan het niet verder verspreiden van dit virus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.